De tijd van toen is zingen, lachen, dansen. Ik heb ook een fantastisch ballet dit jaar. Wat ben ik blij dat ik een stukje van de wereld ben. Waar jij ook gaat. Het is allemaal zo verschillend. Er zijn solo-nummers, maar ook de duetten met David en met Jan. De medleys die we dan weer samen doen. Dus het is heel gevarieerd en dat maakt het ook zo fijn. Het Witte Paard, mag ik zeggen, is ondertussen een klein beetje mijn tweede thuis geworden, als het ware eigenlijk. En ja, ik heb er enorm van genoten. Ik heb 3 solo-nummers mogen brengen, ik zing ze alle 3 even graag. Maar dan, als ik echt moet kiezen, dan toch wel het operastuk Nessun Dorma. Dat is echt wel mijn stokpaardje. Geboren? Ah ja, anders zou ik hier niet staan, hè, meneer. Ja, maar dat bedoel ik niet, maar ik bedoel, wanneer? Op mijn verjaardag. Mensen lachen ook heel graag. En Patrick Onzia is iemand met wie ik graag sketches speel. Ik kan dat ook. Breng mij dan een sherike. Draai? Nee, geen draai. Ian. Heb je eigenlijk een favoriet personage? Bij mij is dat nog altijd de wc. Madame. Dat is zoiets. Je kunt daarin gaan, je kunt daar alles in kwijt. En hier zie je kleine. Oh, maar wat zei dan toen? Ik zeg, wel, schatje, dat is crème voor de rimpels. Ah, zo zet je snot op. Oh, dat helpt goed bij jou, hè, want je hebt er al veel. Ik denk dat het een show is ook voor jong en oud. Het is heel gevarieerd en ik denk als de mensen echt een goede variété-show willen zien zoals die nog echt bedoeld is, waarvoor dat het woord variété is uitgevonden, dat ze hier in het Witte Paard moeten zijn.